Stel je voor, je zit alleen en afgezonderd op een eiland zonder iemand om je heen. Je moet alleen overleven en je weet niet hoe het met je zal vergaan. Dit is het leven van deze jongeman. Hij weet niet wat hem te wachten staat en hij weet niet wat hij moet doen. Maar wat hij wel weet, is dat hij... Eigenlijk is wat hij wel weet, is gewoon dat hij een keiharde gastrol te pakken heeft. Volgens mij weet hij dat. Woehoehoe. Want als jij deze video ziet, dan betekent dat dat je kijkt naar een gloednieuwe gastrol op een gamekanaal. En deze gastrol die is gemaakt door Matthijs. Matthijs van S om precies te zijn. Matthijs van S, dat ben ik. Hallo. Ik ben 16 jaar en ik woon in Aalten. Zo, nou, ik ga er vandoor. Nee, grapje. Jullie weten nu al iets over mij. Maar wat jullie nog niet weten is wat ik ga doen. Zoals je ziet heb ik een prachtige map gedownload. Oh mooi, er zitten nu al mobs in, maar dat maakt niet uit. Oh mooi, zie je dat? En deze map, die ga ik voor jullie spelen. Ja, ik ga een survival doen in deze map. Maar niet zomaar, nee, ik ga een survival doen die episch wordt. Want zoals je ziet, als je rondkijkt, zie je gewoon dat dit een vette survival moet worden. Er is geen plek voor watjes. Dat zie je gewoon. Geen plek voor watjes. Weet je wel? Dat gevoel krijg ik er ook bij. Als ik hier zo rondloop, heb ik echt het gevoel van... Ik ga een keihard ownen, weet je wel? Oké, alsof het niet beter kan. Ik vind mijn leven meteen mellens. Dat is wel, zeg maar... Bij survival... Ik hou van survivals. En vooral op survivals, zeg maar, op kleine oppervlakken. Daarom vind ik... Ja, tenminste, het moet niet te klein zijn. Want ik wou zeggen, daarom vind ik Skyblock zo leuk. Maar dat vaak best wel mee. Ik vind Skyblock helemaal niet zo leuk. De echte leuke survivals vind ik... Survivals waarop je bent afgezonderd van de buitenwereld. Weet je wel, echt geen villages en zo. Geen andere mensen. Helemaal alleen op een eiland. En de nummer 1 prioriteit, jongens. Dat is dan natuurlijk melons. Want van melons kan je makkelijk eten maken. Want zodra je melons hebt, kan je melons seed maken. Van melons seed kan je weer melons maken. Weet je wel, dus gaat het door zo. En laat ik nou net het geluk hebben dat ik hier zo'n melons vind. God, wat lijkt op een geluk. Als jullie kijken naar deze episode. Dankjewel nu al alvast voor het kijken. Ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. Kijk ook de rest van de video's op dit kanaal trouwens. Want de rest van de video's zijn ook gewoon episch. Ik kijk ze ook allemaal. Dus ik ben een grote fan van een game kanaal. Zeer groot. En misschien als het mee zit, dan worden jullie ook wel een groot fan van mij. Dat kan zomaar, dat ik net zo groot... Oké, ik ga niet te veel doordraven. Wat ik aan het doen ben, dat is natuurlijk een beetje hout verzamelen. Want hout is... Ja, eigenlijk is... Ik zei wel dat pumpkins of eten prioriteit nummer 1 was. Maar dat is niet waar. Ik denk dat hout prioriteit nummer 1 is. En pumpkins, dat... Of... wat heb ik toch met die pumpkins? En hout is dan prioriteit nummer 1. En dan zou eten denk ik wel prioriteit nummer 2 zijn. Want je kan wel een dag overleven zonder eten. Als je maar goed op je health bar let. Want als je health bar naar beneden gaat, dan ga je natuurlijk gewoon dood. Oh, ik sloeg met mijn hand tegen de tafel aan. Sorry als je het hoorde. Maar het gaat natuurlijk om dat je zoveel mogelijk hout krijgt. Want van hout kun je natuurlijk mooie huizen bouwen. Want ik ga hier niemand, oké, alleen noobs. Alleen noobs bouwen huizen van dirt en van cobblestone en zo. Oké, cobblestone, dat kan misschien nog in sommige texture packs, weet je wel. Want ik gebruik de Dokkencraft texture pack, waarin, kan je dat goed zien een beetje? Nee. Ja, stone ziet er wel redelijk oké uit. Maar ik vind cobblestone er toch echt best goed uitzien, zeg maar. Ik zou best een huis van cobblestone kunnen maken. Weet je wel? Ik wel. Dus. Daar sta ik ook onbekend hoor. Dat ik, zeg maar, dat ik ga nu niet zeg maar, een beetje ego doen of zo. Maar dat ik, zeg maar, mooie huizen kan bouwen. Dat hoor ik vaker. Dat mensen zeggen: wow, maar dit is gewoon echt impossible. Weet je wel? Dat je denkt van: ah, mi gusta. Weet je wel, dat gevoel is gewoon fijn. Mi gusta. Dus, ik zal misschien, ja, dat is een goed idee. Ik ga iets vertellen over de mods die ik heb geïnstalleerd. Ik heb verschillende mods geïnstalleerd. De mods die ik heb geïnstalleerd. Hoeveel kunnen zei ik nu mods in die paar zinnetjes? De mods die ik heb geïnstalleerd, dat zijn... wat heb ik eigenlijk geïnstalleerd? Ik heb Rui's minimap geïnstalleerd. Of hoe die ook uitspreekt. Rui minimap. Weet je wel, die. Deze, zie je? Hoe heet die ook? Too many items heb ik aanstaan. Maar dat doe ik uit. Want dat is natuurlijk geen survival als je die aan hebt staan. Want dan zit je natuurlijk gewoon in creative mode eigenlijk.
Misschien dat ik hem wellicht een keer ga gebruiken voor als ik echt iets heel dringend nodig heb wat ik gewoon niet kan vinden op dit eiland. Omdat volgens mij heb ik echt een heel gekke toon uit in mijn stem. Zo'n puberty toon. Maar als ik iets echt niet kan vinden op het eiland, dan span ik het wel gewoon in. Maar dan zal ik eerst vragen om jullie raad, wat jullie daarvan vinden. Dus, dat. Ja, wat ga ik de komende episodes doen? Ik ga natuurlijk in de eerste episode, dat is gewoon deze, lijkt me nog logisch. Ga ik een mooi huisje bouwen, tenminste, ik ben nu een beetje hout aan het verzamelen. Ik heb nu behoorlijk wat hout en ik ga nu een mooi huisje bouwen. Ik dacht, dit vind ik wel echt een prachtige locatie om huis te bouwen. Dus wat ik ga doen is, ik ga een crafting table maken. Zo. Ga lekker jongens, we zijn al dreef. We hebben al 8 stokken. En dan doen we zo. En dan hebben we die alvast. En nu denken mensen van, oh hij heeft Timmerwot. Nee, ik heb geen Timmerwot. Timmerwot vind ik, misschien zullen mensen het hier niet mee eens zijn. Maar ik vind Timmerwot een, dat het ruïneert je survival eigenlijk een beetje. Want het maakt het echt een stuk simpeler. Want ik bedoel, hout verzamelen is, dat kost tijd en moeite om dat te doen. En als je Timmerwot erin gooit, dan is het gewoon binnen 1 seconde gedaan. En dan is het gewoon niet leuk om te doen. Tenzij je natuurlijk echt hele grote projecten wil bouwen zonder creative mode, dan is het gewoon super handig. Oké. Okay. No problem. No problemo. Wat ga ik nog meer doen deze episode? Ik ga deze episode, een klein begin aan mijn huis dan, zeg maar. En de komende episodes ga ik nog veel meer dingen doen. Ik wil je echt een groot, echt, ik wil het hele eiland voorproppen. Misschien kan je het zien, volgens mij wel. Welke knop was het ook alweer? Nee, wow. Nee, ja, die ken ik wel, maar die moet ik niet hebben. Deze. Kijk. Je ziet zeg maar hoe groot het eiland ongeveer is. Het is redelijk groot. Kan je inzoomen? Je kan volgens mij ook inzoomen. Ja, zo zie je. Nou, oké. Zo groot is het eiland dus ongeveer. Iets groter dus nog. Dus zeg maar die randen erbuiten nog. Maar ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. Want ik geniet er in ieder geval in volle teugen van. Als die gasrol krijgt, jongens. Dan gaan jullie gewoon veel meer views van mij krijgen. En ik ben helemaal enthousiast hiervoor. En ik heb hier zoveel zin in. Wat moet je nog meer van mij weten? Wanneer ben ik een gamekanaal begonnen? Ik heb natuurlijk ook een gamekanaal. Die mag je natuurlijk ook altijd bezoeken. Geen probleem. Gewoon heen gaan. Geen probleem. Wanneer ben ik begonnen met mijn gamekanaal? Dat zal wel 3-4 maanden geleden zijn. Ik zit er nu volgens mij rond 50 abonnees. En dit blijf ik maar herhalen. Echt in elke video die ik maak. Maar mijn statement is toch echt wel dat ik wil laten zien dat kleine kanalen, wat deed ik daarnet eigenlijk? Dat kleine kanalen gewoon video's met veel kwaliteit kunnen maken. Want veel mensen denken altijd van kleine kanalen, omdat ze zullen wel klein zijn omdat ze slechte video's hebben. Nee, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Ze kunnen ook klein zijn omdat ze net zijn begonnen. Weet je wel? Kan ook. En dat denk ik dus altijd van, geef die jongens alsjeblieft een kans. Want ik ben zelf ook zo'n jongen. Iedereen is zo jongen geweest. Ik heb heel veel appels verzameld. Tenminste, heel veel 3. Iedereen is zo jongen geweest. Of meisje natuurlijk kan ook. Zijn ook meiden met een gamekanaal volgens mij. Zal wel. En everyone wants that opportunity to show everybody what you can do. En die kans wil ik dus ook gewoon hebben. Dus voor de mensen die geen Engels kunnen, iedereen wil die kans krijgen om te laten zien wat je kan. En die kans hoop ik niet te krijgen. Dus lekker genieten van mijn episodes en ik geniet er zelf ook van. Dus waarom niet? Ik weet niet wat ik laatst heb, maar ik ben al lang, zeg maar, door mijn puberteit heen, maar ik toch krijg de hele tijd van die piepjes in mijn stem, weet je wel? Van die hoge tonen, lage tonen. Ik ga het hier een beetje vlak maken, want ik bedoel, je kan geen huis maken op hoppelige toestand. Want, wat wil ik voor een huis? Ik wil het liefst toch wel een redelijk groot huis. Grote huizen doen het goed bij mij. Ik hou van grote huizen. Mi gusta grote huizen. En, dat ga ik even opvullen, want het is echt een lelijk gat. Zo, klaar. Voor mensen die dachten dat het een computergeluidje was. Nee, dat deed ik gewoon met mijn mond. Zie je? En wat ik eigenlijk best als eerst nu nog kan maken is een pickaxe. Want dan kan ik houten tools. Houten tools heb ik al. Dan kan ik stenen tools maken. Want daar is dus genoeg steen in de bergen. Maar ik ga het gewoon hier vandaan halen. Anders krijgen we van die lelijke bergen. Die bergen wil ik graag een beetje heel laten. Want die vind ik maastelijk mooi. Dus ik ga hier zo beginnen met een mine, denk ik. Ongeveer een beetje misschien. Ja, dat ga ik gewoon doen. Ik maak hem nu nog niet 2 breed. In de loop van de episodes wel, maar nu nog niet. Want nu heb ik gewoon net genoeg tijd om het 1 breed te maken. Want ja, deze episode die gaat natuurlijk niet heel lang duren. Want je wil niet naar een episode kijken van een gastrol van iemand die je niet kent. Dat je denkt van, daar wil je geen uren naar kijken, weet je wel.
Ik denk dat als je een gastrol instuurt, terwijl je minimaal 10 minuten, misschien net 15 minuten naar kijken. En dan zou ik er wel genoeg van hebben, zeg maar, om iemand te leren kennen. Als je nog vragen hebt, mij zet ze gerust in de comments neer. Ik zal ze allemaal doorkijken. Tenminste, ik ga mijn best doen om ze allemaal door te kijken. Ik weet niet hoeveel reacties er gaan komen dan. Dus ik zal mijn best doen. En ik zie dat het nacht wordt, dus dat betekent dat ik al een aantal minuten op wil zitten. Oh, wat een mooie maan, jongens. Hij is half vol. Nice. En daarom ga ik dus nu een einde maken aan deze episode, want het wordt nacht. En ik ga zometeen snel een huisje bouwen. Tenminste, zometeen in de volgende episode bedoel ik dan. En ik hoop dat jullie hebben genoten van deze episode. Doe groen duimpje. Abonneren, like. Like jezelf, het is groen duimpje, maar dat boeit niet. Favorieten. Ga ook alsjeblieft even een kijkje nemen op mijn kanaal. Geen probleem, denk ik toch. Kijk ook de rest van de video's op dit kanaal. En geniet van het leven. Enjoy everything that comes to you. Weet iemand trouwens wie ik ben? Nee? Weet iemand wie ik ben? Ik ben van Family Guy, die boy. Ik weet zelf niet eens hoe die heet. Maar ja, ik ben hem. Tot de volgende keer. Doei!